op de hoogte. Sleutel gaan. Hier links. Hier door de poort in, Bobby. Ja, oh, hier door de één straaltje, hier door de poort. En VNAD, hier door de poort. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe incidentenvideo. We hebben weer een aantal bijzondere incidenten klaarstaan voor jullie online. En Richard, take it away. Take it away, ja, start de movie film. We zijn weer onderweg met de tankautospuit en we zijn onderweg voor een elektriciteitsbrand aan de buitenkant van een pandje. Goedendag, Maurice Broers, Brand Breda. Hey, we staan bij een pandje van jullie en ik heb daar garagebox 5-alpha-6-7 heb ik een brandje bij. Ja, we zijn ter plaatse en er is daadwerkelijk brand in de kabelgoot. En die kabelgoot zit tegen een unit aan. Dat zijn van die verhuurunits in een groter gebouw. En er is altijd onduidelijk wie daar nou precies de eigenaar van is. De eigenaar van heel het pand die heb ik nu in de lijn. En daar zijn we even aan het kijken van wie is de unit en kunnen we die openmaken zonder iets hoeven te slopen. Ja, maar wij hebben de brand aan de buiten zijn. Ik wil eigenlijk de binnenkant checken. Ik wil eigenlijk geen schade maken als het nodig is. Dus kom eerst maar even verplaatsen. Misschien kun je de eigenaar erachter halen. Oh, dat kan even duren, ja. Nee, maar, ja, met brandje eigenlijk echt aan de kabel die aan de buitenkant zit. Ja, die is nou wijd uit, maar ik moet even checken of hij naar binnen is gegaan. Nou, uiteindelijk blijkt het dus dat die kabelgoot alleen maar aan de buitenkant van de unit zit en eigenlijk weinig binnen te doen is. Nu moet de stroom nog wel even af. Nou, na onderzoek komen we erachter dat het van de zonnepanelen afkomt en hebben we boven de zonnepanelen gewoon losgekoppeld. De stekkers eruit gehaald of doorgeknipt en zo is de stroom dus van die kabels af en hebben we geen probleem meer. Ja, er is net de plaats kabelgoot overgebroken, kabels afgeblust. Er staat nog wel spanning op. Ik heb net de eigenaar gesproken, die is onderweg vanuit Rotterdam. Ik heb nog geen idee of die de stroom af gaat krijgen. Ja, dan zou je denken van, er staan daar gewoon mijn water op te spuiten. Ja, dat zeker. Maar op zich kan er niet zoveel kwaad. Die spanning is zo laag, die transformeert niet naar ons, naar onszelf toe. Dus het een behoorlijke afstand houden van het brandje tot aan de straalpijpvoerder. En zo voorkomen dat we onder spanning komen te staan. Ik heb me niks gevraagd, maar ja, dat duurt wel even. Ja. Een paar kabels is er wel af, denk ik. Ja. Ja, maar het is allemaal kopen los kopen, snap je? Ja, dus als die elkaar raken, ja, als ze elkaar raken, gaan ze ook weer aan. Oh, is de meterkast gewoon open? Oh, zit alles maar dicht? Ja, het ziet er wel uit. Het is allemaal lift, ja. Dat is een hele lift, denk ik. Ja. We kunnen wel doorknippen, maar weet je wat dan is? Dan ligt die hier op de grond nog steeds. Want het is allemaal voor de... ja, je krijgt niet weg, hè? Ja. Ik had eigenlijk niet verwacht dat hij zo vol was. Ja, vol, hoor. Goedendag, de uitrichting de maar u mag aanrijden via de
straat en dan de schuur in brand, geschakelde schuur van een andere schuur. Ja, ze hebben ons wakker gemaakt. Ze zijn midden in de nacht uitgerukt voor een schuur in brand. En daar zou aan alle kanten vlammen uitslaan. Dus we gaan eens even kijken. Het is lastig te bereiken, dus de meldkamer denkt al middels mee en die geeft aan hoe we het beste kunnen komen. Het is namelijk een hofje waar meer van deze schuurs bij elkaar staan, een parkeerplaats waar niet echt een straat erin loopt. Dus we krijgen begeleiding om daar te komen en dat is ook gelukt. De kaart is duidelijk. Die zat plaatsen en die geeft aan dat, hoe wij daar kunnen komen. We gaan even zelf op verkenning uit. We hebben al een straaltje richting de brand. En we kunnen via twee poorten aan de achterkant langs of door het huis. We gaan even kijken wat de beste optie is. Ja, hier even door de ding heen. Even hier door de poort heen, Bobby. Ja, oh, hier door de één straaltje, hier door de poort. Even één AD'tje hier door de poort. Even bonk hieruit of iets. Ja, de poort van de buren is open, maar de poort waar de brand daadwerkelijk is, die zit op slot, dus die moeten we forceren. Dat doen we met een bonkie, dat is een, een stuk staal. En daar kunnen we mee in de deur in rammen. En dan kunnen we daar ook langs bij. Voor waterwinning achter mij, gewoon als tankwagen. Want ik heb geen waterwinning in de buurt om af te leggen. Ja, ik heb onderweg al gekeken dat we een waterwinning in de buurt hebben. Maar dat is niet het geval. Die is ongeveer 300 meter van ons vandaan op straat. Daar heb ik dus de mensen niet voor nu. Dus ik vraag de SB aan om water te regelen. Dus een tankwagen natuurlijk uiteindelijk ook. Daar zit 10.000 liter water in. En daarmee kunnen we even vooruit. Moet je even in de gaten houden naast dat ik de hele dag naar beneden kom natuurlijk. Op die muren naast zich in bezwaait. Wil je wat slopen? Ja, het was te zien in het donker, maar de brand is zo hard gebrand dat de schuur weinig meer van over is en het dak eigenlijk een beetje los op de muur ligt. Dus die gaan we even slopen en daarmee kunnen we gelijk alle warmte die er nog in zit eruit halen en afblussen. Dus we gaan over tot slopen van heel het schuurtje, omdat alles er eigenlijk op instorten staat. Ik ben zelf even bij de mensen binnen geweest kijken en de binnenkant van de ruiten, dat was dubbel glas, zat er allemaal nog in. Aan de buitenkant zat er allemaal scheuren in. Dus ik heb wel even salvage gevraagd om te komen kijken voor de verzekering. Salvage, een stichting die overkoepelend de verzekering helpt en gelijk de eerste hulp kan bieden. We hebben ook even meting gedaan binnen, maar het zag er allemaal netjes uit. Dus die mensen konden gewoon daar slapen. De buren hebben gewoon in huis laten zitten, want er was allemaal geen gevaar voor. Ook het huis waar de brand zelf was, die ramen zijn wel gesprongen aan de binnenkant. Die mensen waren buiten. Voor de zekerheid, mochten ze helemaal klappen, dan slaat het zo naar binnen natuurlijk. Verder rest is geen gevaar meer. Het alleen om een schietje te horen aan nummer 15 of ook van het bureau? Ja, nummer 15 is, zeg maar, daar kun je niet meer in of langs of omheen, want die muren die zijn ontzet en we hebben twee muren omgehaald. De andere schuurtje, er hangt alleen maar veel rook in, daar zijn we nu even bezig met het sloopwerkzaamheden, dus maar dat kan wel gewoon weer dicht dadelijk. Ja, wel, ik ga bellen. Uiteindelijk hebben we heel de schuur plat gegooid en daarmee ook helemaal kunnen afblussen. En dat was het. Ik weet niet hoe de brand is ontstaan. Daar kon die vrouw ook niks van vertellen, dus dat is onduidelijk gebleven. Er is ook niks meer van te maken, want het is één grote steenpuin nu. En wij kunnen hiervoor terug naar de kazerne. Mooi. Ga even afhangen. Doe het even afhangen.
Ja, daar zijn we weer bij het einde komen van de video. Dat was spannend, hè? Ja, dat was mooi, hè? Ja, we hebben die brand goed uitgekregen, hoor. Ja, als er een brand is, dat wel. Ja, is het een brand? Dat is een brand. Ja, zeker. Die hebben we het net gezien. Ja, dat is waar. Goeiedag. Gelukkig hebben we lag het slapen net. We hebben het nog niet eerder opgenomen, gelukkig. We weten helemaal niet welke incidenten er gaan komen. Ja, ik weet er eentje. Ja? Ja, daarom. Let's go. Nee, niet let's go. Stoppen ermee. Ja. Dank voor het kijken. Adieu.